Meneer Vermeulen, het gaat vanavond over de begroting. En een paar keer valt de Duisenberg-methode. Wilt u die even uitleggen? Zeker. Wat belangrijk is in financiële rapportage, de begroting, jaarcijfers, is dat je heel duidelijk aangeeft met het geld wat je uitgeeft wat je bereiken wil. En niet alleen in ronkende goede voornemens, maar in uiteindelijk meetbare resultaten. Dat als je, we geven 625 miljoen euro uit. En uiteindelijk wil je graag weten, wat heb ik daar precies voor teruggekregen? En als je iets bereiken wil, heb ik bereikt wat ik bereiken wilde. En als je iets bereiken wil, dat je ook aangeeft, wat wil ik precies bereiken? Want anders ben je met allemaal goede bedoelingen bezig, geef je heel veel geld uit, maar je zal nooit weten of je je doel hebt behaald. En de methode Duisenberg is een methode om naar die cijfers te kijken. Dus stel je een aantal vragen inderdaad. Wat wilde je bereiken? Wat heb je bereikt? Wat heeft dat gekost? Is dat het waard? Is dat geld efficiënt ingezet? En juist op een avond als vanavond, als je het hebt over ombuigingen en dat je moet gaan bezuinigen op allerhande dingen, op 625 miljoen, als daar 2 of 3 of 4% helemaal niet efficiënt wordt uitgegeven, en ik vrees dat het misschien wel 10% is, bij 10% praat je al over 60 miljoen. Dus nu ga je straks allemaal maatschappelijke organisaties oplopen beknibbelen, sommige afschaffen, terwijl je waarschijnlijk heel veel geld inefficiënt uitgeeft, maar omdat je het niet meet, weet je dat niet. Nee. En Fortsa hamert er al zo lang op. Wij zijn al jaar in jaar uit. Bij elke begroting gaan we niet in op de details, want die zijn er niet. We zeggen alleen, zorg nou, college, maak nou je ambities eens meetbaar. Zeg nou eens precies wat je bereiken wil. Ja. En dan kunnen we die daar ook op afrekenen. Dan kunnen we die vragen stellen. Ja. In ondernemersland werken ze met smart-methoden. Is dat vergelijkbaar dan? Ja, nou, dat is exact wat het is. Kijk, uiteindelijk is natuurlijk de man die dit geïntroduceerd heeft in de politiek en bij de overheid is iemand die uit het bedrijfsleven komt en die heeft dezelfde bril op gehad als ik. En dan kom je binnen en denk je, maar man, we geven zoveel geld uit. En we hebben geen idee wat we ervoor terugkrijgen. En we nemen maar aan dat het goed is. Ja. Ja. Dus die methode, die gaan we dan toepassen. Wie moet die toepassen? Is dat de rekenkamer of is dat de raad of het college? Uiteindelijk is dit iets wat we met z'n allen moeten doen. Wat wij hebben gezegd al 5 jaar terug is, je moet dat ten eerste moet je dat in je raadsvoorstellen doen. Want als je je iets voorneemt, ja, dan moet je veel concreter maken wat je bereiken wil. En wat je dan in die raadsvoorstellen opneemt, moet je zorgen dat dat weer terugkomt in je financiële rapportages. En ja, er zit gewoon wat weerstand in de organisatie. Ik heb heel veel vertrouwen in de wethouder financiën die we nu hebben, want die heeft als raadslid daar ook keihard aan de kar getrokken. Dus ja, hopen dat we er nu komen. Maar het is eigenlijk voor het debat wat we nu voeren over die ombuigingen, is het iets te laat. Helaas dan. Ten slotte nog even een onderwerpje wat op het laatst nog aan de orde kwam. Niet gaan micromanagen. Wat bedoelde u daarmee? Nou, precies wat ik zeg. Bij Fortsa kijken we wel eens, waarom duurt iets 8 of 10 jaar en is er zoveel frustratie bij de mensen die hier een aanvraag doen of die hier iets uit willen voeren voor ons. En dan ga je kijken in die hele briefwisselingen en in e-mails en in interne communicatie wat daar speelt. En dan bemoeien we ons met een voegje van een muur. Ja, dat moeten we helemaal niet doen. Je geeft aan hoe hoog het is, hoe diep, waar het moet komen. En verder laat je dat over aan degene die bouwen gaat. Dus ook wat meer vertrouwen dus in de burger zelf. Nou, ik denk dat we een maatschappij hebben waar inmiddels iedereen een goede opleiding heeft, waar heel veel mensen echt heel goed kunnen beslissen. Een ontwikkelaar gaat geen pand neerzetten waar niemand in wil wonen, waar niemand in wil werken. Maar die mag best een beetje durf tonen en die mag dat best doen op de manier zoals dat voor hem het beste is. Weg bij de voegen en op naar de hoofdlijnen. Ja, absoluut. Dank u wel, meneer Vermeulen. Meneer Rip, het debat zit erop. We gaan over wat moties stemmen. Maar wat me het meeste opviel was uw oproep om te temporiseren. Er werd wat raar heen en weer gesproken over 1 of 2%. Maar het gaat er eigenlijk om, doe het even rustig. Ja, nou ja, ik denk dat het logisch is. Dat is ook de boodschap die ik mee wil geven. Kijk, en dat heeft allemaal te maken met Den Haag. We kunnen niet ongestrafte gemeentes heel veel ambities meegeven over de muurkeeper en dan te weinig geld meegeven. En elke keer wringen wij ons in bochten om alles uit te persen wat we uit kunnen persen met een hoop gedoe in je samenleving.
En ik zeg, als je het ravijnjaar 26 met een andere systematiek werkt, dan moet je ook de gemeente de gelegenheid geven om de spelregels wat ruimer neer te leggen. Dat is wat ik bedoel. En daarmee koop ik wat meer tijd en kan ik de effecten ook beter beoordelen van ombuigingen die we mogelijk moeten doen. Ja, want de discussie gaat er ook een beetje over van, maar even tegen die tijd kijken en in één keer de klap. Of spreid je dat wat meer uit? Nee, kijk, de spelregel is dat we de laatste 2 jaar moeten we de begroting sluitend hebben. Dat is 2029. Daar zit nog een verkiezing tussen in 2026. Dus daar hebben we misschien een hele andere samenstelling van het college. Misschien hele andere denkwijzes. Dus laten we eerst proberen om die 2026 rond te krijgen. Nou, dat is een gat van 7 miljoen. En laten we nou voorkomen wat we in 2021 gedaan hebben door op brieven te gaan sturen. Dat willen we helemaal niet. Ik wil helemaal niet ombuigen. En ik kan uitleggen aan elke commissaris in Nederland die zogenaamd de artikel 12 opluisteren. Dan ga ik uitleggen dat ik op de 620 miljoen begroting 1% even in reserve wil zetten. Omdat ik nog niet goed kan overzien wat de schade is in 2029. Even voor de burger. Artikel 12 is dat je onder curatele wordt gesteld, hè? Ja, maar er zitten 341 gemeentes mee te worstelen. Dus de kans is groot dat het gewoon niet gaat gebeuren. Dat is één. En in het moderne voetbal heb je ook een VAR. Dus dat is wel een mooie item om eens voor te leggen aan de VAR. Hoe die ernaar kijkt. Ja, ja. Want ik heb geen zin om een bibliotheek te sluiten. Omdat ik toevallig technisch gezien in de begroting in 2029 nog niet helemaal rond ben. Nee. Dan nog even het onderwerp participatie. Ik deed een oproep van laten we ook eens kijken wat burgers zelf kunnen en misschien wel zelf willen. Hè? Je wil ook in een leuke wijk, een beetje opgeknapte wijk, een beetje groene wijk, een beetje opgeruimde wijk wonen. Daar hoeft de gemeente zich allemaal niet druk om te maken. En dan krijgt u als reactie, ja, juridisch, wie glijdt erover uit over blaadjes en dan hebben we een probleem. Nee, kijk waar mijn punt zit. Ons punt zit is gewoon in de beheerplannen openbare fysieke buitenruimte. Het oefenloos jaar in jaar uit maar denken dat je daarop kan bezuinigen is echt kwats. Elke keer als ik er in Dorpsraad tegenkom of een inwoner, het eerste wat hij roept is dat het in zo'n omgeving niet verzorgd eruit ziet. En als mensen blij thuiskomen, echt waar, ik heb het zelf ondervonden, ik kom elke dag blij thuis, dan ga je er zelf ook, hou je het ook netjes. En wat we dan verkeerd doen, is dat als mensen zich, dat hebben we dan aan de hand gehad met een aantal casussen. Dat gaat dan over dat snippergroen in die wijken. Ja, er zijn gewoon mensen die zeggen, nou, ik heb wel zin om dat even erbij te trekken. Ik wil het graag onderhouden. Nou, dat is loslaten. Dat moet je ook durven. Dan kan je andere kaders stellen. En als je dat nou doet, meer, dan ga je vanzelf, als het goed is, ga je dan vanzelf in je onderhoud en beheer in de wijken, kan je temporiseren of kan je naar beneden. Ja. En de goede voorbeelden zijn er, want flink wat rotondes, en daar hebben we er nogal wat van in Haarlemmermeer, zijn geadopteerd door bedrijven. Ja, precies. Dus dat kan wel. En dat zijn dan nog. Dus ik bedoel, we zitten veel te strak in het pak als het daarom gaat. En mijn fractie is echt de grenzen bereikt. We hebben beheerplannen hebben gemaakt voor 4 jaar. Waar zijn we er alleen vergeten om er geld bij te doen? Ja, weet je. En als ik voor 4 jaar met een aannemer afspreek, dan is het goedkoper als met 1 jaar. Het is net als met autoleasen. En u weet dat toch? U weet het toch ook dat als je een auto leest voor 5 jaar, dat ik goedkoper ben dan voor 1 jaar. En ik krijg het er hier niet goed doorheen. Want op een of andere manier is ambitie alleen maar vliegen, asfalt, woningen. Maar als het om boompjes gaat, om groen, dan gaan we altijd zitten knibbelen. En daar wil ik eigenlijk een beetje vanaf, ja. U hebt lekker meegedebatteerd. Dat is voor iedereen ook zichtbaar en hoorbaar geworden. Hoe kijkt u terug op het debat? Ja, ik vond ik vond het even te strak in de tijd. Dat leer ik nooit meer af. Ik heb meer tijd nodig om een verhaal te vertellen. Ik vond het niet spectaculair. Het had wat feller gemogen wat mij betreft. Maar we zitten te strak in ons eigen pak als het gaat om spreektijden. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het raar dat iedereen dezelfde spreektijden heeft. Eenmans fractie op 5 minuten. Meneer Meijer die ging de eerste keer niet eens van stal, want hij was nog vergeten. Nee, hij was nog niet klaar. Ja, dat vind ik. Dat moeten we anders doen. Ja. Dus daar moet nog een keer over gesproken worden in het presidium, hè? Want die stellen dat ervoor. Hè? Ik vind wel.
we moeten ons wel serieus nemen. En dan moeten we meer tijd nemen om debatten te voeren. En dan kan je ook wat scherper zeilen. Meneer Rip, dank je wel. Graag gedaan. Meneer Achterberg, er was applaus voor hoe het begrotingsdebat is verlopen. Ja, de burgemeester was positief verrast over hoe wij onze begroting behandelen. Dus dat is wel een compliment. Ja. U opende meteen met een flinke. U zei de OZB is onbespreekbaar voor ons. Ja, op dit moment is dat inderdaad voor ons onbespreekbaar. We vinden het niet uit te leggen aan onze inwoners dat als we ergens kunnen bezuinigen, dat we de lasten dan meteen maar weer bij onze inwoners leggen. We zijn als VVD natuurlijk voor een financieel sterk beleid. Dus we gaan eerst kijken waar het minder kan voordat we bij onze inwoners terugkomen voor nog meer geld. Ja. Dus je kijkt eerst even of er hier of daar wat weggeschaafd kan worden. En dan pas, als het niet meer anders kan, straks en er tekort gekomen wordt, dan pas richting de belastingen voor de burger. Ja, dat klopt. Kijk, er zijn denklijnen gegeven, maar die zijn nog niet uitgewerkt. Dus we kunnen die keus gewoonweg nog niet maken waar we dan eventueel kunnen bezuinigen. Nee. Ergens in uw speech zei u, maak ruimte met ruimte. Die moet u even uitleggen. Ja, er zijn best veel bedrijven, maar ook gebouwen waar overdag iets gebeurt. Bijvoorbeeld door een bedrijf. Maar die staan de hele avond leeg. En we hebben in het verleden als VVD een motie ingediend. Dat heet Maak ruimte met ruimte. En die roept het college op om te onderzoeken en te kijken waar we dus bepaalde gebouwen ook multifunctioneel kunnen maken. Dat bijvoorbeeld overdag er een museum is of iets of een bedrijf. En dat je daar s'avonds bijvoorbeeld kan dansen of een biertje kan drinken. Zodat we onze ruimte die we hebben, die steeds schaarster wordt. Dat is een ingewikkeld woord. Dat we die beter kunnen gaan benutten. Dus bingo in de bedrijfskantine van Ficon. Het zou zomaar kunnen, ja. Nog even een andere. Er is gepleit om te temporiseren. Dus even niet meteen 5 jaar vooruit te denken, maar wat dichterbij. En bij jullie kwam de reactie van, ja, dat levert wel dan meteen jaarlijks onrust op. Van wat hebben we volgend jaar weer te verwachten als maatschappelijk middenveld? Dat was toch uw verweer? Ja, dat klopt. Kijk, dat biedt wel enige nuance natuurlijk. Ik denk dat het goed is om het te onderzoeken of het kan. Alleen als je elke keer maar 1 jaar vooruit kijkt, dan kun je niet altijd de gevolgen overzien van meerdere jaren. Je moet soms ook voor meerdere jaren iets afstemmen of afsluiten met contracten. En dan loont het niet altijd om dat per jaar te doen. Van de andere kant, we kunnen maar heel kort vooruit kijken, want er veranderen zoveel dingen. Kijk naar wat er in Den Haag gebeurt en het beroemde ravijnjaar. Ja, het beroemde ravijnjaar. Ik denk dat het uiteindelijk wel los gaat lopen. Want er zijn een aantal dingen waarvan we nu nog niet weten hoe het loopt. Misschien komen er ook nog wel wat meevallers. Dus ja, het kunnen ook tegenvallers zijn, daar zijn we heel eerlijk in. Maar hoe verder je vooruit kijkt, hoe groter de gaten worden. Dat werkt nou eenmaal zo bij begrotingen. Maar we zullen in het voorjaar moeten gaan kijken of we ook echt daadwerkelijk die bezuiniging moeten gaan inzetten. U bent de grootste coalitiepartij. Bent u tevreden over het verloop? Welk verloop? Het verloop van deze vergadering? Van deze vergadering ben ik zeker tevreden. De begroting is aangenomen. Onze collega's hebben allemaal zelf kunnen vertellen wat ze wel en niet belangrijk vinden. Vooral wat ze wel belangrijk vinden natuurlijk. En ik kijk wel met veel vertrouwen uit naar de samenwerking om de begroting uit te voeren. Maar ook natuurlijk die denklijnen uiteindelijk uitgewerkt te zien en daar goede keuzes in te maken. Ja. Kortom, moe maar voldaan. Ja, het was een lange avond, dat klopt. Ja. Dank u wel. Dank u wel.